Hier liggen alle games. De doosjes in de winkel zijn leeg, dus je moet de game uit de la halen en zijn doos stoppen. De kutgames liggen in de onderste la, vlak bij de prullenbak. En de perfecte games liggen in de bovenste la. De bovenste la is leeg. De perfecte game staat niet. Al dus, Jace. Welkom bij Game Home. Je bevindt je in een uitgestrekte wereld van games, klaar om ontdekt en veroverd te worden. We hebben alles van de nieuwste releases tot aan de klassiekers en alles daartussenin en het ligt allemaal klaar voor jou. Oké, het niet op haar. Welkom bij Game Home, jouw thuis voor games. FIFO 24, alsjeblieft. FIFO 24? Ja? Als in dat voetbalspel dat jaarlijks uitkomt met minimale updates en meer glitches dan het jaar daarvoor? Ja. Kijk eens om je heen. Je bent omringd door art. Digitale kunsten, Mona Lisa's van de gamewereld. Sportgames die zijn totaal fantasieloos. Hou je van voetbal? Ja. Ga lekker voetballen. Ik wil gewoon 4x24. Dat denk jij, maar weet een mens eigenlijk ooit echt wat hij wil? Ik weet wat ik wil. Ik wil gewoon 4x24. Goeiedag. Have a great play. Sommige klanten zijn gewoon niet meer te redden. Zijn casuals. Lieve mensen, goed nieuws. Quest was lang en intens. Maar, mag ik jullie voorstellen aan... Linka? Wat? Devin, onze nieuwe medewerker. Ik had de baan toch al? Ja? There can only be one. Waarom wil jij hier werken? Nou, ik mag thuis niet meer gamen, dus dit leek me een mooie oplossing. Ik kom hier al jaren, dit is mijn plek. Ga ergens anders werken dan. Jij kan toch gewoon thuis gamen? Zoek het lekker een andere baan. Ja, er is één klein probleem. Ik kan maar één van jullie een proefcontract aanbieden. Dus is er een mogelijkheid dat jullie daar samen uitkomen? Hè? Dat ik even mijn ogen dicht doe en dat jullie dan onderling iets kunnen regelen? Meneer Knoppenman. Ja. Alleen een echte gamer hoort hier te werken. Ik ben opgegroeid met games. Mijn PlayStation noemde ik papa. Oké, weird. Ik ben hier echt de echte gamer van ons tweeën. Ik maak deze boy al in sinds hij 7 is met zijn papa PlayStation. Maar misschien was dat wat Amin zei nog niet zo gek. Precies. Fight to the death. Ja, iets subtieler. Ja. Degene die hier werkt moet de beste gamer zijn, toch? Er is maar één manier om daarachter te komen. Game off. Ik heb nog nooit van je verloren, dus. Omdat jij alleen maar speelt waar je goed in bent. En ik ken al jouw zwakke plekken. En het balletje gaat van links naar rechts. Gaat hij erin? Nee, hij gaat er niet in. Hij gaat weer naar rechts. Oh! Jongens, het publiek, houd de adem in. Bon, serieus. Wat? Dit is de meest pure en essentiële vorm van gaming, hè? De eeuwige strijd. Tussen goed en kwaad, gevangen in een paar witte pixels. This is boring as fuck. De prehistorie bellen, ze willen een game terug. De jaren 90 belden, ze willen een grap terug. Oh ja? Je moeder belde om te zeggen dat ze van je houdt. Oké, maar voor wie zijn we eigenlijk? Want ik kan niet kiezen. Oh, ik ben voor Devin. Die Minka geeft me echt pick me vibes. Dat is geen echte gamergirl. Precies. Fake gamergirls are the worst. Alleen maar, oeh, kijk naar mij. Ik speel ook games hoor. Zo geeky van me. Women ruin everything. Niet jij, Janna. Jij bent de uitzondering. Goh, wat lief van je. Oh, de witte slook hoger, dus sneller en sneller. Oh, links lijkt te verliezen. Maar niet. Nee. Huh? Rechts. Weg. Terug. Dit kan je amper een game noemen, joh. Je had gelijk. Die fake gamer girl kan er niks van. Ik heb baan. Toch? Nou, Nee. Het was best out of three. Ik kies de volgende game. Ik kies een echte game. Giovanni Kart. Yes! Best out of three! Nou! Giovanni Kart live! Woo! Wie het snelst 3 laps door de winkel doet. Oké.
super onverkoopbaar. Te gek. Ja, ik vind het ook heel gezellig, maar wat als er klanten komen? Moeten we niet gewoon werken? Boris! Ik heb bouwskills nodig! Come on! Master, niet Boris! Natuurlijk is jij de game waar jij het beste in bent. Maar wat jij niet wist, is dat ik dit de afgelopen tijd bijna iedere avond speel online. Ik zie je bij de finish. Het enige wat jij gaat zien is mijn rookpluim als je achter me rijdt. En dan bedoel ik niet mijn rookpluim van, oh, haar motor doet het niet. Nee, de rookpluim van verbrand asfalt. En dan bedoel ik ook niet dat mijn banden... Je weet wat ik bedoel. Je gaat verliezen, zoals altijd. Een heerlijke start gelijk. Ja, 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 ja. Fuck, nee, fuck, nee, je moet je klaar. Lekker, lekker. Let's go, let's go. Nee, nee, kom. Wat doet dat ding daar? Ik zie je bij de finish. Oh, waar was je dan? Hè? Waar was je dan? Minka Verstappen in de house. Ja, en dan gaan we door met de beslissende allerlaatste ronde. Hey, luister. Hey, jullie kennen elkaar? Ja, we kennen elkaar. We waren bevriend, maar toen wilde hij meer en ik wilde dat niet. En nu negeren we elkaar op de socials. En hij haat mij. Of nou ja, haat. Ik haat hem eigenlijk, want hij heeft onze vriendschap verpest. Terwijl we waren super close. Haat is misschien eigenlijk niet het goede woord. Ik bedoel meer... Ho. Ik hoef niet al je life story te horen. Ik ga niet een of andere Videoland documentaire over je maken of zo. Oh ja, sorry. Ik ben een beetje een overshare en een overthinker. Dat zijn mijn schoolpsycholoog tenminste altijd. Bij mij komt alles er gewoon uit van bleh. Daarom ben ik ook niet zo goed in sociaal contact, volgens mijn vader dan. Daarom hou ik zo van gamen. Je drukt op een knopje. En dan weet je wat je krijgt. Bij gesprekken met mensen, niet echt. Zoals nu. Geen idee wat jij nu denkt. Ik denk dat je geen fake gamer girl bent. Succes. Destroy her. Ja, ik ga best. Ja, ik denk echt. Ze gaat geen kans hebben. Ze gaat kapot. Ronde 3. Grote finale. De game is uitgezocht door Devin. En we spelen Vivo 24. Daar ga je. Heb je ooit Vivo gespeeld? Nee, hè? Jij bent hier ook slecht in. Maar beter dan jij. We spelen promote. Dus 90 minuten non-stop. Oké, je haat casual games. Maar wat als dit geen casual game is? Wat als dit geen voetbal is, maar een oorlog in de verre toekomst... waarbij de mensheid op het spel staat? En de enige manier... waarop de mensen kunnen winnen, is als ze de magische steen door het portaal schieten. Focus en verslaat kwaad. Oké, dit is geen casual game. Kom op, Minka. Kan dit. Je kan dit. Focus en versla het kwaad. Zie je het? Oh, ja hoor, hij zit er weer in. Ik zie het. De tegenstander wordt helemaal ingemaakt. En met deze goal staat het 95-1. Ah. Ongelooflijk, dit heb ik nog nooit gezien. Wat een vertoning. Is het slechtste team ooit? Hey, welkom bij de team, bro. Thanks. Nou, jongens, het is overduidelijk wie hier de beste gamer is. En wie hier gaat werken. En die beste gamer is... Minka. Huh? Wat? Vivo 24, dat is echt een casual game voor normies. Hey, ik had hier toch geen normie in de zaak laten werken? Als je dit spel zo goed kan spelen, krijg je van mij een strafpunt. Wint Minka. Yes! Yes! Nou, goed gedaan. Thanks, sportief van je. Had al nachtelang gamen dan toch nog net. Nou, succes, cool buddy. Misschien kunnen we nog een keertje samen gamen. Als vrienden gewoon. Ja, ja. Misschien ja. Ik heb je wel. Devin, je shirt. Hey, Kees. Ja. Bong is toch eigenlijk een soort tennis? Maakt dat het niet het eerste sportspel ooit? Godverd, pixels! Naar huis allemaal! Losers! Thanks nu! For it. Ja, zo gaat het hier. Chaos, strijd, maar toch wel fijn. Deze mag je eraf halen. Welkom bij Game On.
jou thuis voor games.